In deze film meer uitleg over overlays. Allereerst de vraag: wat een overlay is. Een overlay is eigenlijk een soort laag over de foto met een speciaal effect. En omdat je dat niet zelf genereert, maar als een los bestand erbij pakt, hoef je dat dus niet zelf te maken. En dat kan je veel werk schelen. De eerste vraag: waar vind je die overlays? Die vind je eigenlijk gewoon op internet. Je bent een beetje afhankelijk van andere mensen die die dingen voor je gemaakt hebben. Een site waar je ze bijvoorbeeld kunt downloaden, dat is Pixabay. Daar kun je ze gratis downloaden bijvoorbeeld. En als ik dit Bokeh filter neem, dan zie je daar de knop download. Je kunt het ongeveer full HD gratis downloaden en wil je een hogere resolutie? Dan vragen ze je eigenlijk eerst om even te registreren. Kun je ook doen. Deze heb ik al gedownload. Die had ik op mijn bureaublad neergezet, bokeh en die sleep ik erbij in Photoshop. Ik doe dat eventjes als een los bestand. De eerste stap is eigenlijk dat je bovenop de foto gaat zetten. Vrij eenvoudig. Ga bij het lage icoontje boven het plaatje staan. Het wordt een handje. Hou de muisknop ingedrukt en sleep hem gewoon bovenin naar de foto. Sleep hem terug naar beneden en laat dan de muisknop pas los. Mijn overlay is kleiner dan mijn onderliggende foto. En dat hoeft op zich geen enkel probleem te zijn. Ik sleep hem gewoon in de hoek en via het verplaatsgereedschap maak ik de foto even groter zodat die mooi beeldvullend eroverheen ligt. Je kunt hem ook te groot maken, dat is geen enkel probleem. Ook dat werkt. En je kunt hem eventueel nog verplaatsen. Zeker als hij te groot is, is dat misschien wel makkelijk. Maar de onderliggende foto is niet te zien. Daarvoor moet je de overvloeimodus veranderen. Die staat nu op normaal. En als ik die bijvoorbeeld op bedekken zet, dan zie je dat de oorspronkelijke foto er doorheen komt. Er staat hier een heel rijtje met modussen. En welke je eigenlijk moet hebben. Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Dat ligt ook aan je overlay. Maar bedekken laat in de regel alles wat 50% grijs is, niet zien. En wat wit is, dat wel. En zwart is, dat ook. Enige punt is eigenlijk wel dat het ook nog effect heeft op je kleur. Je kunt ook bijvoorbeeld voor zwak licht of fel licht kiezen. Laat ik eens voor zwak licht gaan. Als ik het uitzet of aanzet, dan zie je eigenlijk wat er gebeurt. Maar het hoge contrast uit de foto, dat verlies ik eigenlijk ook een beetje. Dat zit ook wel in de overlay. Er zit behoorlijk veel lichtgrijs in. Als je dat er heel makkelijk uit wil filteren, wat meer richting middengrijs wil hebben, dat doe je gewoon met een aanpassingslaag van niveaus. Hieronder bij het zwart-witte bolletje. En je versleept gewoon dit middelste pijltje, zodat je iets krijgt wat. Meer richting middengrijs is. Een absolute waarde is niet aan te geven, het gaat puur om smaak. De witte waas op mijn foto is nu eigenlijk al minder. Maar deze aanpassingslaag niveaus heeft dus effect op heel de foto, op de overlay en op de achtergrond. En dat is niet de bedoeling. Om hem te koppelen aan de achtergrond maak ik gebruik van een uitknipmasker. En dat uitknipmasker vind je onder het filter daar. Dat vierkantje met dat pijltje of tussen de twee lagen gaan staan, de alt ingedrukt houden en dan verandert je cursor. En als je dan klikt, wordt het alleen toegepast op in dit geval laag 1, de overlay. Het zit ook nog voor mijn bloemen en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus ik klik op mijn overlay laag, ik maak een masker en met een kwast, een zwarte, ga ik gewoon over de bloemen heen. En waar het zwart wordt in het masker, daar wordt de laag dus niet toegepast. Hou de ALT ingedrukt en klik op het masker om alleen het masker te zien. En dan kun je het dus nog even fine-tunen. Dit is dus een voorbeeld om een overlay toe te passen bij een enkele foto. Ik ga ik even naar een ander voorbeeld. Ik wil hier bij de zon bijvoorbeeld een flare toevoegen. Ook daar heb ik een overlay van gemaakt. En die laat ik in dit geval wel meteen los op de foto. En dan wordt die ook daar toegepast. Ik dubbelklik er even op om hem te importeren. Als ik nu de dekking hiervan verlaag, dan kan ik er een beetje doorheen kijken. En ik wil dus eigenlijk het hoofdpunt van die flare, dit stukje bovenop de zon hebben. Dus via het verplaatsgereedschap. Ik dat gewoon netjes bovenop elkaar zetten. Zoiets. Wil ik dit nu nog veranderen, dan wil ik eigenlijk die zon als middelpunt hebben. En dat kun je eigenlijk doen door dit ja, kruispuntje bovenop de zon te leggen. Zie je dat kruispuntje nu niet? Dat kan. Dat kun je hierboven aan en uitzetten. En als je het uit en aanzet, staat het weer keurig terug in het midden. Als ik nu de afbeelding ga veranderen. Dan gaat hij dat kruispuntje eigenlijk als middenpunt pakken. Moet je wel de Alt ingedrukt houden en de Shift om de verhoudingen ook in stand te houden. En eventueel kun je hem nog draaien, bij wijze van spreken. Zeg dat ik dit wel fraai vind. Ik dubbelklik erop om het te bevestigen. En ik zet hem weer op 100%. Deze overlay heeft een zwarte achtergrond. En ook die zwarte achtergrond kun je eigenlijk in Photoshop met overvloeimodus heel eenvoudig laten verdwijnen. Dit groepje gaat over het verbergen van zwart. Als je er met de muis overheen gaat, dan zie je eigenlijk al wat de verschillende effecten zijn. Een lineair tegenhouden is daar eigenlijk geen goede in, want je ziet hierboven nog gewoon doortekening. Maar lichter is op zich wel een aardige optie. Heb je nu een witte achtergrond, dan moet je de bovenste groep hebben. En ik zet hem in dit geval op lichter. En als ik hem uitzet. Aan, dan zie je dat het effect heeft in de foto. En zo importeer ik dus gewoon ook een zonneflare zonder dat ik er al te veel voor doe. En dit zijn twee voorbeelden over hoe je nu makkelijk met Overlees kunt werken in Photoshop. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!